Goedemiddag, u kijkt naar het Weerplaza Weerjournaal. Vandaag veel bewolking boven, vooral de zuidelijke helft van het land. Dat heeft allemaal te maken met de passage van een warmtefront. In het noorden van het land waren er wat stapelwolken aanwezig, maar scheen ook de zon. En daar ook de hoogste temperaturen, met lokaal in Groningen afgerond 23 graden. Die bewolking die hadden we allemaal te danken aan een warmtefront, dat ongeveer halverwege de middag over het midden van het land heen ligt. En achter dat warmtefront staat een zuidelijke stroming waarmee vanuit het zuiden van Europa en het Middellandse Zeegebied warme en vochtige lucht onze kanten wordt getransporteerd. En dat gaan we vooral vanaf morgen en overmorgen goed merken met dan hoge temperaturen. Met donderdag misschien lokaal zelfs wel 30 graden. Tegelijkertijd ligt er ook een koufront langs de Franse kust. En langs dat koufront kunnen met name morgenavond en donderdag overdag flinke buien gaan ontstaan. En dat kunnen echt zware buien zijn met ook onweer forse hagel en misschien ook wel zware of zeer zware windstoten. Wanneer ik de verwachtingen in beweging zet, dan is te zien dat een lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan ten noordwesten van Engeland en Schotland geleidelijk aan naar het zuiden trekt, waardoor er uiteindelijk een zuidelijke stroming op gang komt, waardoor dus mee die warme lucht onze kanten wordt gevoerd. Tegelijkertijd zijn inderdaad die felle buien te zien, die onder andere morgenavond en, en, en de nacht naar donderdag over gaan trekken. En die buien kunnen vooral in het westen van het land al gepaard gaan met onweer en misschien ook wel hagel of een, op een lokale plek een zware windstoten. Maar eerst vanavond. Vanavond is het wisselend bewolkt en vanuit het westen komen geleidelijk aan wat opklaringen onze kant op. Lokaal valt landinwaarts nog een spatje regen, maar het is niet koud met dan temperaturen van 17 tot 19 graden. De wind die is slechts zwak of matig, kracht 2 tot 3. Vannacht zijn er dan meer opklaringen en de lucht is erg vochtig die wordt aangevoerd, dus in een enkele opklaring kan ook een mistbank gaan ontstaan. In het zuiden en aan de zee is het wat vaker bewolkt en die wind die neemt wat verder af en de minima die liggen zo rond een graad of 14. Morgen is het dan wisselend bewolkt en vooral in het binnenland merken we dan die warme lucht al. En die warme lucht is ook vochtig, waardoor het ook benauwd kan gaan aanvoelen. Aan de noordwestkust is het wat koeler met 22 graden, maar wat verder landinwaarts lopen de temperaturen op naar een graad of 26. Verder staat er maar weinig wind, waardoor het ook niet echt heel erg verkoelend is op het moment dat je buiten zit. In de late avond dan vanuit het westen een zuiden kans op zware onweersbuien, met name dan in het westen van het land, die dan uiteindelijk in de loop van de nacht naar donderdag en donderdagochtend over zullen gaan trekken. Want op donderdag dan een kans op zware onweersbuien. En bij die onweersbuien in ochtend kan er lokaal veel neerslag vallen in het westen van het land en ook is hagel mogelijk. Maar wat later op de dag op de warmste plaatsen, dus waar de temperaturen kunnen oplopen naar 30 of misschien zelfs wel 31 graden, daar kunnen echt zware buien gaan vallen in de middag. En bij die buien kunnen ook nog eens windstoten voor gaan komen van misschien 85 of 90 kilometer per uur. Ook vrijdag zijn we nog niet van de buien af. Dan de grootste kans op zware buien in het oosten van het land, waar het dan nog het warmst is. In het westen van het land is het dan al een stukje koeler met dan temperaturen rond 20 of 22 graden. Op zaterdag is het een stuk koeler, maar zijn we ook van de zware buien af. Dan een noordwestenwind waarmee alsnog wat onstabiele lucht onze kant op komt. Dus de kans op een bui die blijft aanwezig, maar we gaan zeker de zon af en toe nog een keer zien. Wanneer ik de temperatuurplein erbij pak, dan valt inderdaad op dat de komende dagen warm zullen verlopen. Met name de donderdag springt eruit met dan lokaal temperaturen van 30 graden. Maar let ook op de minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag. Misschien dat het eh, lokaal in het binnenland en in het zuidoosten van het land wel eens een tropennacht kan worden met minimumtemperaturen van boven de 20 graden. En verder is het zo dat op langere termijn de temperatuur wat stabiliseert naar waarde van een graad of 23 in de middag en uiteindelijk ook een graad of 12 s'nachts. Iets boven de normaal voor de tijd van het jaar, maar uiteindelijk vrij aangenaam weer. Het blijft lichtwisselvallig licht met soms een enkele bui, maar de zon die gaan we elke dag ook af en toe een keer zien. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.